Hey, goedemiddag Helle. Hallo. Hoi. In het kader van mijn startopdracht gaan we een beetje rekendidactiek doen. Ik ga jou twee opdrachten geven. Die zijn op MBO-niveau, MBO-economie. En de bedoeling daarvan is dat je met name met percentages leert rekenen. Ja? Weet je wat een percentage is? Ja, procent. Heel goed, procent. Dus we gaan met procenten rekenen. We gaan met bruto winst rekenen en we gaan met omzet rekenen. Wat is de bruto winst ook alweer? Dat hebben we in de eerdere les gehad. Ja, hoeveel je verdiend hebt als je na aftrek van hoe noem je dat, kosten en de inkoopprijs Ja, vrij goed in de richting. Bruto winst is de omzet minus de inkoop. Ja? En daarmee gaan we rekenen. Ik heb twee opgaven. Dat heeft te maken met een DVD-zak. De DVD-zak, Free Record Shop, ken je die? Dus niet meer, Is niet nee. meer, hè? Niet meer. Maar de sommetjes hebben we er nog wel van. Als jij die nu even gaat uitwerken, gaan we samen daarna even doornemen. En wat ik je adviseer, maak een stappenplan. Dus kijk wat ze willen weten. Welke gegevens erin staan, welke gegevens je kan afleiden. En let met name op dat je de 100% vindt. Ja. Ja? Succes! Dank. Oh ja, was ik nog even vergeten te vertellen. We doen het gewoon lekker snel. 2 minuten. En daarna nemen we gewoon samen even door. 2 minuten voor allebei? Ja. Hey, ik zie dat je opgave 1 af hebt. Ja. Even kijken hoe we dat gedaan hebben, hoe je erop gekomen bent. Wil je het misschien zelf even uitleggen? Ja, is goed. Ik heb gekeken naar de bruto winst en dan staat daarachter inkoopwaarde 70%. Dus dat wil dan zeggen dat dat 30% is. Heel goed. En toen heb ik met zo'n, hoe noem je dit, kruistabel. Berekend wat 100% is en dat keer het aantal dvd's gedaan. Ja, je hebt een tabelletje gemaakt. Je hebt aangegeven, hé, wat is 30%? Wat is dan 100%? Is de verkoopprijs? En de omzet uitgerekend. Ja. Heb ik een vraagje erbij? Wat is de inkoopwaarde van de omzet in dit geval? De inkoopwaarde van de omzet. Je hebt nu de omzet berekend, hè? Ja. Dus de Nou ja, 225.000 euro. dat is dan toch 70% daarvan. Ja, want de omzet is 100. Ik vraag de inkoopwaarde van, nou, 70% van 225.000 euro is dan de inkoopwaarde. Goed, gaan we naar de volgende opgave. Dat is ook weer met 30%, maar toch even anders. Als je die wil gaan maken, dat is voor het tweede minuutje. Dan hebben we deze opgave gehad en kunnen we verder naar de volgende les. Ja, dat Ja? is goed. Succes! Dank je.
uit het hoofd ga ik niet redden, zeker, hè? Nee. Zeker niet. Zou jij dat ook kunnen? Ja, dat is nog wel een afwijking van een docent. Ik heb dat nooit gekend. Ik kan de tafels zelf niet. Nee, maar tegenwoordig doen ze ook gewoon realistisch rekenen. Dus tabelletjes maken, wat we geleerd hebben de afgelopen weken. Mm-hmm. En in plaats van weetjes en tabellen en tafels. Helemaal goed. Ook goed begrepen door jou. Ja, deze is wat makkelijker, vind ik. Hadden we eigenlijk andersom moeten doen. Ja. Ja. Nou, dan sluiten we af met een even een wat moeilijker. Die staat er niet op. Percentages. Heb je ook percentages hoger dan 100%? Makkelijke vraag, hè? Ja, toch. Ja, toch? Ik geef je alvast een hulpje. Ik wil vragen aan jou van hoeveel procent is de omzet onder A hoger dan de omzet onder B? Oké. Ja? Hoeveel procent is die hoger? Ja, oké. Dan doe ik het even hierop, ja? Wat je wil, je mag het ook eronder doen, wat jij wil. Best ingewikkeld, hè? Ja. Nou, kijk maar waar je gekomen bent en wat je denkt dat het moet zijn. Ik kom er niet op, maar. Ik heb 256%. 256% zeg je, hè? Ja. En 256%, dat is? Oh, dat is dus 156% hoger. Heel goed. Dat is weer die vraag, hè? Dus 156% hoger. Ja. Die 256, dat is goed berekend, dat is alleen de verhouding tussen de omzet met de ene winstberekening en de andere winstberekening. Mm-hmm. Alleen hoeveel procent hoger is dan boven de 100? Ja. Hé, hey, goed gedaan. Dank je. Heb je het idee dat je het onder de knie hebt? Ja. Zeker. Goed ik heb zo. Veel van je geleerd. Dankjewel. We gaan dit ook veel gebruiken straks. Mooi. In de toets gaat dat helemaal goed komen en andere sommen ook. Oké. Ook bij het bedrijfsleven. He? Met je stage straks kan je in ieder geval lekker rekenen. Ja. Hey, jij bedankt voor je aandacht. Ja. Zie je volgende week. Ja.